En kom op naar de nummer 1 plek met de banaan over de finish. Kom op. Wat heb je YouTube, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en vandaag is het eindelijk weer de tijd voor een Mario Kart 8 Deluxe Challenge. Ik heb deze challenge zelf verzonnen en ik noem hem de Gierige Wendy Challenge. En waarom heet deze challenge nou de Gierige Wendy Challenge? Nou, ten eerste, ik vind Wendy er best wel een beetje uitzien als een gold digger. Ze heeft nu alle gouden items, ze heeft de gouden kart, de gouden vleugel. Ze heeft de gouden banden en ik vlieg bijna uit de bocht nu al met Wendy. Het ding is, ik moet alles wat ik op de baan zie proberen te pakken. Dus ik moet muntjes proberen te pakken. En ik moet ook alle bananen en schilden en paddenstoelen. En eigenlijk alles wat er op de baan ligt, moet ik proberen te pakken. Ik probeerde dus dat muntje te pakken, dat lukt niet. Dit muntje lukt wel. En let's go, we gaan eens gewoon kijken of het lukt. We staan nu derde, vierde. Het gaat nog niet echt super goed met Wendy. Ik speel ook nooit echt met Wendy. Het is nog best wel moeilijk eigenlijk om al die muntjes te pakken. Ik denk dat het nog wel moeilijker is dan een banaan pakken. In ieder geval, nou, de eerste ronde gaat nog redelijk goed. Er ligt niet zo heel veel op de baan. Die dingen moeten we dus ook proberen te pakken. Maar ja, dan kan ik weer... lukt het? Nee, lukt niet. Ik ga wel eventjes proberen om die in nummer 1 plek te pakken. Hoppa, lekker. Oké. Let's go, Wendy. Let's go. Ligt er ergens een banaantje of een schild op de baan? Ligt er daar? Ik ga wel deze muntjes allemaal proberen te pakken dus, want dat moeten we ook doen. Maar tot nu toe gaat het best wel lekker, want ik zie eigenlijk nog helemaal niks op die baan liggen. Hier, pak die muntjes. Goed zo, top. Houden we dit schildje achter ons. Ja, we kunnen maar één van die drie muntjes pakken natuurlijk altijd. We kunnen niet alle drie de muntjes die naast elkaar liggen pakken. Dat gaat hem niet worden, we missen deze muntjes. En een bliksem op ons bakken. Deze muntjes pakken we wel, er zitten weer op 9. Ja, daar ligt een banaan. En die banaan, die moeten we dus ook zien te pakken. Ja, hoppakee. Want Wendy wil alles hebben. Wendy wil bananen, schilden, muntjes. Ze wil alles, want ze is een gold digger. Ja, zo ziet ze er nou eenmaal uit. Met die lippenstift ook op de bakkes. Oh, dit lukt niet. Ah, die banaan. Ja, sorry, ik moet die banaan toch echt proberen te pakken. We staan nu derde. En ik moet proberen om eerste te worden. Let's go, Wendy. Let's go. En je kan alles pakken, dus je kan ook je tegenstanders aanpakken, hopelijk. Mop, ik zie nu niks, hè. Als ik nu iets mis, ja sorry jongens, dat kan gebeuren. Ik ga wel eventjes hier, we missen dat banaantje. Ik wou dat banaantje pakken, maar het lukte niet, omdat we dus midden in onze boost zaten. Ik heb een banaantje gemist, sorry jongens, sorry, dat was niet de bedoeling. Ik kan wel even een bommetje achter me houden, zo, hoppa, ligt er dan hier ergens een banaantje, misschien kan ik het nog goed maken. Dat vind ik jammer dat ik die ene banaan heb gemist. Kijk, deze moeten we wel even pakken. Wendy, pak dan die banaan. Pak die banaan gewoon. Nou oké, ik vind dit ook goed genoeg. Ik kon even niet op die banaan sturen, maar we zijn ernaast gevallen. En wie staat eerste? Ik sta eerste. Ja, die wil Wendy ook hebben. Wendy wil ook de blauwe schild, maar nee, hij gaat niet naar Wendy. Het blauwe schild gaat niet naar Wendy, maar naar iemand anders die op dat moment eerste reed toen die blauwe schild gevuurd werd. En we worden wel eerste. We worden gewoon eerste. Kablam! Alles is voor Wendy. Oké, in de vorige race hebben we dus twee banaantjes gemist. Maar goed, dat hebben we wel goed gemaakt. Want bij het tweede banaantje gingen we super langzaam. En toen zijn we er ook van afgevallen, van de baan afgevallen. Dus hebben we een soort van wel even goed gemaakt, vind ik. Oké, let's go. Pak die muntjes. Ik krijg gewoon keihard langs die muntjes. Nog moeilijker dan je denkt, hoor, om al die muntjes te pakken. Let's go. Oh, moet ik nou ook die... Ja, eigenlijk moet ik nou ook... Ik wil jullie ook pakken. Ik wil die beesten ook pakken. Ja, dat is ook... Wendy vindt die beesten aardig, dus die moeten we ook pakken. Ja, het is een beetje jammer dat we deze baan hebben gekozen misschien. Maar mag ik jouw banaantjes? Ik wil jouw banaantjes. Oh, rijden we gewoon expres tegen die bananen aan. Hier nog even. Oh, lekker banaantje. Nom, nom, nom. Heerlijk, Wendy. Lekker hoor. Oké, nu proberen we te boosten. Nog meer. Niet de bocht uit te vliegen. Nu wil ik wel even items. Ja, top. Dank je. Nu heb ik een rood schild. Lekker. Even die muntjes pakken. Een rode schild hou ik heel even bij me. Misschien. Ja, kijk. We worden gewoon eerste. We rijden als eerste over de finish. Hoppa, ik bescherm mezelf wel. Dat vind ik wel een regel dat mag. Hoppa, één muntje kunnen pakken. Nu ga ik mezelf beschermen. Een groen schildje. Nee, we vallen precies er langs. En dan gaan we deze mensen, deze robotjes hier zo. Gaan we ook weer een kusje geven. Mam, lippenstift van Wendy. Wil je ook een kusje van Wendy? Mam, lekker. Lekker kusje van Wendy. Moeten we wel weer snel muntjes proberen te pakken. Anders gaat het helemaal fout. Lekker, oké, cool. Peach! Op je bicycle. Nee! Nee! Freaking dorpsbewoner! Wat doen jullie nou? Jongens, hou eens op!
Ik raak ook helemaal niemand. Ik moet weer dit banaantje pakken. Dan moet ik ook dit banaantje zeker weer oppakken. Oh, dat banaantje is weg. Dat was lekker. Die verdween. Blijkbaar heeft iemand anders dat banaantje gepakt. Dan wil ik even twee wapens hebben nu. Een blauw schil. Die gaat naar de nummer 1. Top. Oh, mag ik hier? Ah, ik mis die paddenstoel. Ah, dan kon ik een keer een goede power pakken en dat doe ik het niet met die paddenstoel. Potverdorie. Oké, okay, lekker. Hier, dit banaantje moeten we pakken. Ja, sorry jongens. Sorry. Ik ga hier even wat schieten. Oh my gosh, we rijden 7e. 7e. Nu 6e. Let's go. Ik hoop dat er niet te veel op de weg ligt. Ja, deze moeten we even kusjes geven. Oh, kusje. Nog een keer, wil je ook? Oh, sorry. Ja, maar ja, ik ben wel door het gras gegaan, wat geen gras is hier. Jullie snappen wat ik bedoel. Ik ging er in ieder geval langs. Een soort van goed gemaakt dat we de tweede robotje misten. Nu moet ik even tempo proberen te maken. Nu moeten we even proberen te boosten. De boost, oh. Ja, dat banaantje kom ik onmogelijk bij, jongens. Dit ging hem niet worden, dat banaantje. Sorry. Ik ga even proberen, dubbele vraagteken. Nee hoor. Dit wordt hem niet. We zijn derde. En hopelijk blijft het bij derde. Kom op, derde. Ja. In totaal staan we gedeeld eerste, samen met Lemmy. Kom op, Benny. Pak alles, jij golddigger die je er bent. Let's go. Mop. Probeer het zoveel mogelijk op afstand te nemen in ronde 1 natuurlijk. Want dan houdt het in. Kijk, dat banaantje wat Daisy daar net gooide. Ja, die kunnen we onmogelijk pakken. Dat was niet mogelijk. Dat was niet mogelijk. Want die legden ze letterlijk naast ons neer. Dus we gaan keihard door, jongens. Hop. Ik mis wel veel muntjes trouwens. Ik moet iets meer de muntjes proberen te pakken. Hier zo. Muntje. Boldigger. Ja. Yeah. Boldigger Wendy. Hier nog meer muntjes. Lekker Wendy. Lekker. En jump. Oké, dit gaat goed. Nu moet ik hier deze muntjes allemaal proberen te pakken. Ja, dit kan ik niet meer bij hoor. Met dat boosten. Ik heb er 2 van die 4 gepakt. Ik vind het goed genoeg. Ik krijg een rood schild op mijn bakkes. Maar dan krijgen we niet echt op ons bakkes. Die muntjes missen we ook. Hier. Deze is voor Goldigger Wendy. Waarom heb ik nog geen 10 muntjes, Wendy? Ik zie niks. Ik had 1 muntje te pakken. Oh, iemand haalt mij gewoon keihard in. Oh my gosh. En zij gooit 3 bananen neer. Ja, die tweede die lag al naast me. Jongen, ja, ik moet al die bananen pakken. Want Wendy houdt van bananen. Potverdorie. Oké. Ah, nee, een bliksem op onze bakkes. Hou eens op, jongens. Ik moet alles. Ja, ik moet deze ook pakken. Oh, ik hou ook van rode schildjes. En dan staan we 6e. Muntjes. Nu muntjes. Lekker. Goed zo. Ik heb nu 2 muntjes. Dat is niet genoeg. Ik heb wel een dubbel vraagteken. Ah, nee. Inkling. Boy, wat doe je nou? Hier, Inklin. Ik mis echt werkelijk alles. En ik mis al die muntjes. Nou, dit gaat super goed. Oké. Met mijn boomerang kan ik wel mensen pakken. Top. We staan inmiddels weer derde. En hier een toeter. Oh, ja. We hadden Daisy en Peach allebei met onze toeter. Nu even die muntjes pakken. Want we zijn nog steeds de golddigster. Oh, nee. Ah, we geven de metro een kusje. Nee. Muntjes. Snel. Ik wil alle muntjes hebben. En ik wil een dubbel vraagteken hebben. En wat krijg ik daarvoor terug? Een paddenstoel. Kan ik dan nog een klein beetje naar die nummer 1 plek toe? Misschien. Maar Lemmy. Oh, Lemmy. Ja, pak hem. Met het rode schildje. Lekker, pak die muntjes. En kom op naar de nummer 1 plek met de banaan over de finish. Kom op. Ja. Die banaan was super gevaarlijk. Ik redde het nog net. En ja, dan hebben we nu toch weer die eerste plek te pakken. Oké, Goldigger Wendy. Met je mooie lippenstift. Jij probeert alle jongens te verleiden. Maar ondertussen pak je al die muntjes die overal liggen. En alle items die overal liggen. En alle banaantjes die overal liggen. Hoppa. Gelijk een rood schild op de bakkers bij Peach. Dit gaat wel lekker trouwens. Ja, dit gaat wel. Dit ging lekker. Ah, nu vliegen we er langs. We gingen super goed. Maar kijk, we staan gewoon nog steeds eerste. We hadden echt zo'n hele lekkere lijn gewoon in de baan gevonden. Dat was echt nice. Ja, nu zijn we helaas geen eerste meer. Want Peach komt er even langs. Maar nu gaan we denk ik wel weer voorbij Peach, toch? Zolang je een beetje de goede tracks pakt. Zo, ja, lekker. Er liggen bijna geen muntjes hier op de baan. Want daarvoor moet je dus over deze strip rijden. Dan krijg je muntjes. Yes, oké. Een soort van ronde 1 is klaar. Dit heeft wel een voordeel. Dat er nu niemand voor me rijdt. Dus... Oh, zet me nou snel neer.
Zet me nou sneller neer, joh. Sneller. Man. Oké, let's go. Ik pak even mijn eigen muntje en ik laat het banaantje achter me liggen. Want ik wil toch wel even een stukje verder naar voren. Ja, die banaan moest ik pakken. Oh, oh. Die muntjes ook. En deze banaan ook. En dan, ja, kom op, kom op. Ah, vijfde nu. Vijfde. Ik doe mijn best om een betere plek te krijgen. Muntjes, nee, die worden voor mijn neus weggekaapt. Oh, en ik heb een slechte lijn, jongens. Slechte, slechte lijn. Eén vraagteken te pakken. Ik krijg weer een banaan. Daar heb ik niet zo heel veel aan. Let's go. Deze banaan wilde ik pakken, maar reed ik net na. Sorry, jongens. Je kan niet altijd alles pakken. Ik doe mijn best om de challenge zo goed mogelijk te doen. Kom op. Kom op. Kom op. Haal ze in. We moeten als eerste. We moeten. Kom op. Ja. Ja. Een rood schildje. Een rood schildje. Een rood schildje. Yes. Yes. Gaan we eerste worden. Gaan we eerste worden. Ja, toeter! Yes! We redden het gewoon! Ja, ja, ja. We doen het. De gierige Wendy Challenge is behaald. Het is wel echt super moeilijk om alles te pakken wat je ziet. Want als je eenmaal in zo'n slipstream zit, in de slip, dan kan je niet zo makkelijk meer bijsturen om alles te pakken. Ik heb zoveel mogelijk mijn best gedaan. Zoveel mogelijk muntjes en bananen en schilden en paddenstoelen en noem het allemaal maar op te pakken. Want Wendy wil alles hebben. Laat me even weten of je deze challenge ook gaat doen. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Nintendo en Pokémon video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me ook even op twitch.tv/Rickachu. En je kan me ook volgen op Insta. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!